Hoi allemaal, ik ben Tiny. Op dit moment zit ik in een appelboom. Zie je hoe mooi die is? Zie je al die bloemetjes? Dat worden allemaal appels. Maar daar gaat het niet om vandaag. Vandaag komt Maha. Maha is het meisje wat gewonnen heeft bij de inzamelingsactie die we hebben gehouden in december. We hebben een film gekeken, The Goonies en Dennis the Menace. En daarmee hebben we geld opgehaald. En dat geld ga ik vandaag overhandigen aan Maha. Maha gaat 10 voedselpakketten kopen bij Stichting Shabab Charity van Ilham. Je weet wel, die schoolpakketten heeft gemaakt voor al die kindjes in Marokko. En het restant van het geld geef ik aan Maha. En die kan dat in Woujda uitdelen aan mensen die het minder hebben op dit moment. De bedoeling was dat we zouden gaan. Maar in verband met corona kunnen we niet naar Afrika. En daarom gaan we het op deze manier doen. Goed hè? Nou, we wachten nu op Ma en Ilham van Charity Shabab. Tot zo! Hoi, daar ben ik weer. Ma is gekomen. Kijk eens, ze staat naast de appelboom. Hallo, ik ben Ma en ik ga de geld geven die ik heb gewonnen aan de goede doel. En aan mensen die in Woujda wonen voor voedselpakketten. Vind je het jammer dat je niet naar Marokko kan nu de corona er is? Ja, ik vind het heel jammer, want ik wou het zelf kunnen doen. En ook gewoon meebeleven hoe het daar allemaal is. Ja, maar het is niet anders hè. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen het geld ontvangen, toch Maha? Ja, en dan zullen we blij mee zijn. En misschien kunnen we volgende keer samen naar Woujda. Ja. Al het geld heb ik in dit kistje bewaard. Zien jullie dat? Een hele stapel. Dit waren de 2 films die we hebben gezien. Maha, pak het stapeltje geld maar. Dan mag je €150 aan Ilham geven. Ja, dat is flink tellen, hè? €150. Shabab Charity wilt jullie ook heel erg bedanken voor de donatie. En dan gaan we geven aan de gezinnen in Marokko. Middels voedselpakketten. En de €200 die je in je hand hebt, is voor jou. Hopelijk kun je veel mensen blij maken in Woujda. Nou, ik wil alle kinderen bedanken die hebben bijgedragen aan dit mooie initiatief. Tot ziens allemaal!